Hallo, welkom bij een nieuwe video vandaag. Ga ik nog geen Sims spelen voor jullie? Ik wil me alvast voor we effectief beginnen excuseren, omdat het redelijk stil is geweest op mijn kanaal. Maar dat komt omdat ik echt al een week ziek ben en dat eigenlijk de eerste dag is dat het een beetje beter gaat met mij. Ik was namelijk super verkouden afgelopen weken. Ik ben super verkouden geraakt in Bulgarije, waardoor dat ik mijn laatste dagen in Bulgarije niet heel erg veel meer heb gedaan. En sinds ik thuis ben heb ik ook niet veel meer gedaan, dus maar vandaag ga ik er terug volop tegenaan beginnen te gaan. Als ik tijdens de video een beetje irritant hoest, mijn excuses daarvoor. Ik wil thuis werken. Dus mijn excuus voor de irritante hoest als die er af en toe is tussenkomt. Vandaag gaan we eerst een paar werktaakjes doen en daarna gaan we Lief zoeken. Medisch skills, daar heeft vooral onze microfoon nodig, zeker. Zo. En dit gaan we proberen, hè. Grappen vertellen en zo. Eén niveau geleerd en dan nog een niveau. Ik ben ondervaard geworden, waarom ben ik boos? Ja, omdat mijn buren weer op luid terug is. Hier dan te buren. Als mijn gezicht er een klein beetje rood uitziet, ik denk dat ik een kleine allergische reactie heb op de medicatie die ik momenteel pak voor mijn hoest. Dan mocht je rommel zien liggen in de achtergrond. Mijn excuses ook daarvoor. Ik ben vandaag de heinen opruimen, maar ik ben nog niet zo heel erg ver gevorderd. Kijk, en nog eens mijn social media status bijwerken. En dan ga ik een boyfriend gaan zoeken. Of misschien eerst een beetje happy geworden. Oh nee, toch, dat hoeft niet. Gewoon eventjes naar het plein. Misschien vind ik hier wel een boyfriend. Is er echt niemand interessant? Ik kan wel even met die jongens gaan spreken. Iemand nodigde mij uit om bij hen te gaan eten, maar ik heb geen zin. Ik moet een boyfriend vinden. Wie
ben jij? Oeh, die ziet er oud uit. Waarom zijn er eigenlijk knappe gasten in SimCity? Dat is een meisje. Ik wil haar wel leren kennen. Het ziet er leuk uit. Wat een leuk haar is zij, hoe noemt ze? Miko Oyo. Waarom ben ik geen mannelijke versies van die meisjes? Die zien er echt wel super tof uit. Misschien moet ik ze wel een keer uitnodigen of zo. Vandaag niet, vandaag moeten we een man vinden. Waarom zijn er vier basketbal? Is dat niet gevaarlijk of zo? Misschien moet ik ergens gewoon een plekje vinden waar dat er mannen zijn. Het is ook al donker te worden. Nieuwe mensen vinden. Het is ook geen festival of zo. Oh, ik ging ook een kat zoeken. Waar is er een kat? Even sapje! Ik heb trouwens Sweet Festival gevolgd. Wie nog? Niet zo heel erg blij met de winnaars. Gewoon omdat ik niemand waar ik echt op zou stemmen heeft gewonnen. Dus dat is wel een beetje jammer. Hier zijn ook in. Waar ben ik weer? Hier. En dan naar een karaoke plaatsje. Nee, normaal ja, doe pony mee en alleen een pony of een teske of om een die of zo of iemand anders die ik leuk vind, maar nu was er echt niemand die ik leuk vond die gewonnen heeft. Of toch niemand en oeh, wat een knappe barman. Vorig jaar ben ik trouwens naar Viet geweest. Omdat ik wel fan ben van Viet. Maar er waren heel wat nieuwe mensen die ik eigenlijk totaal niet volg. En wel flirten met een paar man.
Daarom vond ik het een klein beetje jammer. Maar ik snap ook wel dat. Dat niet altijd wie ik wel ben. Maar Diana Leeflang was niet eens uitgenodigd. En dan denk ik van, wat? Zij is zo'n goede YouTubester. Zij verdient het tenminste om uitgenodigd te worden. Maar ja. Mijn beauty is even aanvallen, dat vind ik wel tof. We gaan een liedje zingen voor de wedstrijd. We gaan even babbelen. Ja, nu is de karaoke machine bezet. Kan ik hier nog mee? Nope, ook niet. En die is ook bezet. Dan gaan we maar verder vluchten met babbelen. Deze video is echt leuk om te maken voor jullie. Die Sims video's. Barbara vind ik niet leuk. Ach ja. Toch meedoen met de karaoke-wedstrijd. Nu, dat komt toe. Aangezien dat de eerste keer is, ik zo. Wacht, kan ik. Jakkes. Eén punt gescoord. Oeps. Maar we moeten eruit wel uit. Anders wordt het weer zo'n... Het is wel als plassen op het plein. Oh, iemand heeft er een score van 97. Dat is echt wel cool. Gaan we nog iets eten bestellen? Frietjes. Mojo heeft trouwens zo'n... Die met haar roze haar. Goeie frietjes zien er dat uit. En dan gaan we stelletjes naar huis zeker. Nog even mijn ketchupbord opeten. Uit even. En dan gaan we naar huis.
Sippie, waar ben je? Kan je gewoon naar huis dan? Nope. Dus een dutjes doen. Slaap wel. Zo, dit was het dan voor deze video. Bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren als je meer Sims video's wil zien. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doedel!